Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Centraal richting Aubameyang. Hij geeft hem tekort naar Mount. Die kan toch trappen. En dat is een goede poging van Mason Mount. De eerste kans van de wedstrijd na 4 minuten is voor Chelsea. En een goede redding ook wel van de Roemeense doelman van Milan, Ciprian Tătărușanu. Daar komt de vrije trap voor Chelsea met de verdedigers die mee zijn. Fofana, Koulibaly en Thiago Silva. Wie kan er koppen? Het is Thiago Silva. En hij scoort bijna tegen zijn ex-ploeg, de captain van de Blues. Destijds 20 Champions League wedstrijden voor Milan gespeeld. Hier zijn 99ste in totaal en bijna een goal. Ja, eigenlijk helemaal alleen gelaten Thiago Silva. Chilwell krijgt een nieuwe kans met een nieuwe corner. En daar is hij opnieuw. Het is ongelooflijk. Derde keer, goede keer, net niet. Maar nu wel binnen via Fofana. Nu wel binnen via Fofana. En het is 1-0 voor Chelsea. In de 24ste minuut. Het gevaar bleef maar komen op die spelhervattingen. En ze krijgen bij Milan de bal niet weg. En het is de nieuwe aanwinst die ook al onder vuur heeft gelegen. Die ook niet fantastisch was begonnen aan deze wedstrijd. Maar hij zet wel Chelsea op voorsprong. 1-0 voor de Blues. En dat is een belangrijk moment. Misschien wel in de hele Champions League groepsfase voor hen. Loftus-Cheek wint het kopbalduel van de Ketelaren. Maar een uitstekende bal van Tonali. En nu maakt de Ketelaren de aansluiting. Want Leao die kan er tussendoor. Leao nog altijd de Ketelaren voor zijn eerste. Oh, de redding. De redding van Kepa. En bijna de eerste goal in Milan outfit van Charles de Ketelaren. Hij was er zo dichtbij. Hij sloot goed bij. Maar hij krijgt hem niet voorbij de Spaanse doelman van Chelsea. En hier opnieuw balverlies. Ja, het is slag om slinger. Dat de beide ploegen de bal kwijtspelen. Kijk, ook dit weer. Gelukkig is Koulibaly alert in deze fase. Of het was weer een wissel van Kamp. Mount. Met Kalulu. Goeie paas van Mason Mount. Chilwell de overlap. En dan heel erg ver. Tweede paal daar. Cornervlag bijna is Rhys James, nieuwe center. En de goal! De goal van Aubameyang. En ja, een salto erbovenop, want het is 2-0 voor Chelsea. En ze laten zich toch wel heel erg makkelijk vloeren daar bij AC Milan. Pierre-Emerick Aubameyang, hij was trefzeker in de Premier League afgelopen weekend. Hij maakt er eentje ook voor Chelsea in de Champions League. Zijn 16e op het kampioenenbal in totaal. 2-0, de score verdubbeld en Potter lijkt op weg naar zijn eerste zege op Stamford Bridge. En daar een nieuwe mogelijkheid misschien. Hier Sterling nog een keer, geeft hem mee met James. James kan het nu zelf doen en dat doet hij. Dat doet hij. Rhys James is bezig aan een geweldige wedstrijd voor Chelsea. En van 2 tegen 0 een paar minuten geleden, 5 om precies te zijn, gaat het naar 3 tegen 0. Rhys James, wat een geweldige... Een wingback is dat toch. Kijk eens naar zijn gelaatsuitdrukking ook. Het zelfvertrouwen spat er vanaf. De gretigheid, het vertrouwen op Zenit. 3-0 en no way back voor AC Milan. Ja, en met deze tussenstand beseffen de beide coaches. Oké, het is tijd om wat wissels door te voeren. En we zien Jorginho en Conor Gallagher staan. En de Ketelaren moet er ook af. 64 minuten. Eén hele grote kans voor onze landgenoot. Voor de rest heeft hij zijn stempel niet kunnen drukken, helaas.
Tomori nog met een ren en dan Divo Origi. Ja, wordt dichtbij gevolgd door Koulibaly, maar kan toch nog koppen. Ja, gaan we dat dan noteren, Wesley? Ik zou het noteren. Ja, omdat, tegen beter weten in, maar vooral omdat het Divock is. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.